Hoi, daar ben ik weer. Ja, ik was je net eigenlijk ook al. Ja, toen had ik al een heel verhaal tegen je verteld en zo. Maar toen bleek dat de camera niet aan stond. Ja, hoe stom is dat? Ja, weet je, het gaat allemaal niet zo lekker hier vandaag met onze verbinding. Nee, is overbelast, zegt Hella. Ja, en dan krijg je dat daar. Ja, maar in januari krijgen we een nieuwe verbinding en dat is een hele snelle. Ja, dat is alvast het goede nieuws, want vanaf januari dus, al best heel snel, kunnen we veel meer filmpjes gaan maken. Ja, kunnen we veel sneller uploaden, heet dat toch? Ja, dus dat gaan we doen. Ja, dus maar nu is het nog niet januari. Nee, nu is het bijna kerst. En ja, ik kom nu eventjes bij jou terug nog voor de kerst. Is toch nog gelukt om je hele fijne kerstdagen en een hele fijne vakantie natuurlijk toe te wensen. Ja, want ik ga morgen weg. Ja, ik ga morgen weg, want ik ga natuurlijk weer kerst vieren bij Sinterklaas, had ik verteld toch, hè? Met Plata y Oro Bala. Ja, is helemaal okidoki in orde, zei hij tegen mij. Dus ik ben bezig geweest met cadeautjes kopen, kerstcadeautjes en een kerstkaart maken. En lekkere dingetjes bij elkaar zoeken. En een beetje knutselen voor Sinterklaas. En gedichten schrijven. En, want dat kan ik natuurlijk ook. En mijn koffer inpakken. Ja, dus dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb Helle geholpen. Ja, want daar moest ook heel erg veel ingepakt worden. Ja, die is nu echt helemaal. Ja, er is weinig meer van over. Die wil ook niet in beeld nu, zegt ze. Dus daarom moet ik het eventjes doen. Dus ik ben hier nu nog eventjes om even snel nog een filmpje te maken. Om jou hele fijne kerstdagen te wensen. Ja, en een hele goede vakantie. Ja, maak er wat moois van. Ja, ga leuke dingen doen ook. Ga vooral dingen doen waar je heel blij van wordt. En dan hoop ik dat ik jou volgend jaar, in het nieuwe jaar, in 2018 dus, dat ik jou dan weer zie hier. Ja. Want dan hebben we dus een snelle verbinding. En dat is altijd fijn. Ja, is altijd fijn. Is veel fijner eigenlijk nog. Ja, dus, nou dat. Ja, dus hele fijne kerstvakantie wens ik jou. Ja, maak er iets moois van. Ja, en doe vooral allemaal hele leuke dingen. En dan zie ik jou weer in, nou dan, volgend jaar. Klinkt al ver weg al, hè? Ja, maar dan hoor je dus ook hoe het was bij mij. Oké, nou. Doeg!